Ja, voor me staat Rick van Wels en Zuidplas, jongerenwerker, jeugdwerker, en die heeft dit jaar de kindergemeenteraad begeleid. En vandaag een actie. Ja, klopt. Vandaag gaan we op de Montessori school hier in Nieuwkerk aan de IJssel gaan wij een plastic opruimdag doen. Zuidplasticvrij. Het is het idee van Kate Rossum. En wij houden hier een kleinschalige actie waarin in de wijken de Dorrestein en het oude dorp het plastic gaan verzamelen en ook het restafval. We staan vandaag bij de Montessori school in Nieuwkerk aan de IJssel. En daar is Kate lid van de kindergemeenteraad en vandaag gaan ze haar idee uitvoeren. Wat is jouw idee, Kate? Een plastic opruimdag. Ja. En dan gaan we met heel groep 7 van de Montessori school plastic opruimen. En dat gaan we doen in groepjes van 3. Omdat heel veel in het nieuws kwam, dat het heel slecht ging met de aarde. En ik dacht dat het misschien wel een leuk idee zou zijn om dat te doen. Ik zie vooral dat er heel veel blikjes op straat liggen. Terwijl het gewoon een kleine moeite is om in een prullenbak te doen. En Kate had dit bedacht. En we vonden unaniem dat dat het beste plan was met de kindergemeenteraad. Ja, en toen kwam corona en toen kon het niet doorgaan, want er mochten geen evenementen georganiseerd worden. Maar Kate geeft natuurlijk niet op. Dus toen zeiden we, nou dan doen we een zuidplasticvrije dag light. Dus niet als evenement heel groot, maar we doen het een light versie. En dat gaan we vanmorgen doen. Ik ben heel blij dat er 5 kinderen toch van de kindergemeenteraad hier aanwezig zijn. Inclusief de kinderburgemeester. De keten komt eraan, want die lag in een verstopte kluis. Maar hij lag echt in de kluis. Dus we gaan het nu even omdoen bij Jenne. Kijk, dat is toch wel heel mooi, hè? Zo, hè? Groep 7 van de Montessori staat al te popelen. Ze hebben al spullen van huis meegenomen, plastic. En het mooie is, dat plastic gaan we vergruzelen, vergruizelen. Ik weet niet of dat een mooi Nederlands woord is. Maar daar gaan we dan een lamp van maken. En de lamp komt dan in de Montessori school te hangen.